Stel je voor, een olifant zet je op de weegschaal. Nou, duidelijk dat de weegschaal naar links uitslaat, maar we zetten ook iets op de rechterkant. Namelijk, daar hebben we een mier. Ja, dat helpt niet zoveel, hè? Hoeveel mieren zou ik nodig hebben om die olifant omhoog te krijgen? Nou, eventjes eerst een simpel voorbeeld. Stel je voor, olifant een 100 kilogram en zo'n mier, een flink exemplaar, is 25 kilogram. Dat is duidelijk. Dan heb je namelijk, hè, je doet 100 gedeeld door 25, oftewel 4 mieren. Maar 100 kilogram, en die 25 kilogram is natuurlijk helemaal te hoog. Dus kijk nog eens een keer naar een echt voorbeeld. Een olifant, die is 5400 kilogram, dat is de Aziatische olifant. En de mier, die is ongeveer een 2,5 milligram. De methode blijft hetzelfde. Je moet ze gewoon op elkaar delen. Maar de uitkomst, dat is een beetje ongewis, want je hebt hier te maken met kilogram en milligram, oftewel twee verschillende eenheden. Je moet dus uitrekenen hoeveel milligram is in 5400 kilogram. En daar gaat deze video over. Het gaat over het omrekenen van eenheden. En we gaan dus kijken naar die 5400 kilogram, hoeveel milligram dat is. En dan heb je ongetwijfeld zo'n schema wel eens in gedachten gehad, of misschien dat je hem voor jezelf wel eens opgeschreven hebt. Ja, hoe ga je van de meter naar de millimeter, et cetera, et cetera. In plaats van meters kun je dus het ook doen met grammen. Nou, dit schema, dat heb je eigenlijk al kant-en-klaar altijd bij je. Immers, je hebt binas. En in binas tabel 2, daar staan al die factoren, de milli, de hecto, de kilo, et cetera, et cetera. Dan zie je dus dat je daar de milli hebt, de centi, de deci. Nou, de meter slaan we over, die is er eigenlijk niet, hè? De deca, hecto en, jawel hoor, de kilo. Kortom, binas heb je om al die factoren op een rijtje te doen. Je hoeft ze niet eens uit het hoofd te kennen. En in het midden, nou daar, ja, daar staat de meter of de gram of wat dan ook. Hè, dit is in feite de factor 1. Zoveel factoren, meestal heb je aan deze genoeg. Ja, dit zijn de factoren die je het meest zal tegenkomen. Daar gaan we dan ook mee werken. Dus dat hele schema vergeten we. We houden ons alleen bij binas, waarbij dus in het midden de 1 staat. Als je nu van groot naar klein gaat, hè, dus bijvoorbeeld je hebt 1 kilogram en gaat naar bijvoorbeeld milligram, dan moet je iedere keer 10 doen. Ja, dus iedere stap keer 10. En omgekeerd, als je van klein naar groot gaat, dan moet je iedere keer per stap delen door 10. En dit gaan we toepassen op de kilo en de milli. We beginnen bij de kilo, hè, en we moeten dan naar de milli toe. Dus start. Hoeveel stapjes hebben we? Nou, even kijken hoor. Dat is 1, 2, en let op 3, die gaat dus eerst naar de 1 toe. Nou, dus dat zijn 3 stapjes. Dan gaan we naar deze toe, dat is 4. Centi is 5. En tenslotte de laatste stap, en ik ben met de milli gekomen en ik heb nu 6 stappen. Oftewel, je hebt in totaal 6 stappen. Dan kun je natuurlijk ook op een andere manier bekijken. Immers, die kilo, dat is 10 tot de macht 3. En milli is 10 tot de macht min 3. Betekent dus van 3 naar min 3 zijn 6 stappen. 6 stappen. En je gaat van groot naar klein. Dus voor ieder stap moet je het maal 10 doen. 6 stappen, dus 10 keer 10 keer 10 keer 10 keer 10. Makkelijk op te schrijven natuurlijk. 10 tot de macht 6. Oftewel 5400 kilogram is 5400 maal 10 tot de macht 6 milligram. En dat is dus de oplossing, althans de oplossing voor hoeveel milligram die 5400 kilogram is. Dat gebruik je in de opgave. Ja, en let op, ik heb eventjes
het iets anders opschreven. In plaats van 5400 schrijf ik 5,4. Oftewel, dit maak je 1000 keer zo klein. Dat betekent natuurlijk dat dit 1000 keer zo groot moet worden. Ja, de komma verschuif hier 3 plekken naar links. Betekent dus dat dit 10 tot de macht 6 wordt 3 keer zo groot, 10 tot de macht 9. Invullen. Ja, dus de kilogram vul je in voor milligram. En nu heb je dus boven en onder dezelfde eenheid staan. Dan mag je delen. En dan kom je op een 2,16 keer 10 tot de macht 9. Nu had ik voor de mier een cijfer met twee cijfers significant gedaan. Dus het eindantwoord moet natuurlijk ook twee cijfers significant doen. En betekent dus dat je zoveel mieren nodig hebt. Zo'n groot getal, wat zegt het? Nou, kijk, dit is een mierenhoop, ja, van een aantal bosmieren. En in één mierenhoop zitten ongeveer 200.000 tot een miljoen bosmieren. En dat betekent dus, een miljoen bosmieren, dat is dus ongeveer 1 keer 10 tot de macht 6. Dat betekent dus, om één olifant te compenseren, heb ik een 2000 goed gevulde mierennesten nodig. Kortom, behoorlijk wat. Stel je voor, je hebt een zwembad. Het zwembadafmetingen staan hierbij, 300 bij 200 bij 75 centimeter, hoogte is dus 75 centimeter. Dat betekent dat het volume, en dat doe ik in kubieke meters, is dan 3 keer 2 keer 0,75, dus het volume is 4,5 kub. Je hebt de kraan om te vullen, zo, en die kraan die drupt. Nou, je kunt dichtdraaien, maar dan blijft het nog druppen en hij doet 1 druppel per seconde. Nou, 1 druppel is ongeveer 0,06 kubieke centimeter. En de vraag is dus, van, stel je voor, je laat me alleen maar druppen. Nou, hoeveel tijd is het zwembad gevuld? Dus eigenlijk wil je weten van, hoeveel druppels zijn nodig om te vullen? Nou, dan heb ik dus kubieke meters en kubieke centimeters. Oftewel, ik moet weten van, hoeveel kubieke centimeters past er eigenlijk in die 4,5 kub. En om dat op te lossen, hebben we weer binas. Nu heb ik hier 4,5 kub. Maar die kubieke meter, daar staat niks voor. Nou, geen centi, geen kilo, wat dan ook. Ja, het doet niks. Betekent dus dat ik dan hier zit. Ja, er staat een 1 vorm, zo moet ik zeggen, denkbeeldig 1. En 1 is 10 tot de macht 0. Reken maar uit met die rekenmachine. 10 tot de macht 0 is 1. Trouwens, alles tot de macht 0 is 1. 2 tot de macht 0 is 1. Pi tot de macht 0 is 1. Altijd. Kortom, ik begin dus bij de 0. Ik ga naar kubieke centimeter. Dus ik ga naar min 2. Betekent dus dat ik 2 stappen moet doen. Echter, ik heb hier niet meters en centimeters. Ik heb hier kubieke meters en kubieke centimeters. Betekent dat het aantal stappen niet 2 is, maar ik moet het keer 3 nog doen. En wat moet ik met die stappen? Nou, ik ga van groot naar klein, dus ieder stap is keer 10. Oftewel, ik moet iedere keer 6 keer 10 doen, want aan de stap is 2, vanwege kubieke keer 3, dus in totaal 6 stappen keer 10, oftewel 4,5 kubieke meter is 4,5 keer 10 tot de macht 6 kubieke centimeter. En dat kun je dus invullen bij het zwembad. Hoeveel druppen zitten dan in 4,5 kubieke meter? Nou, dan zet ik dus die 4,5 kub naar kubieke centimeter en dat deel ik door het aantal druppen. En dan kom ik dus op 7,5 keer 10 tot de macht 7 druppen. En zoveel seconden duurt het dus ook dat het zwembad vol is. Nou, zoveel seconden, dus dat is een beetje moeilijk voor te stellen. Als je het om zou rekenen, duurt het 2 jaar en 138 dagen. Je kunt dus maar beter gewoon de kraan openzetten. Dan gaat een stukje sneller. Kijk eens, wat een mooie foto. Vreedzamer kan het niet. Het gaat natuurlijk om die olifant, die staat in het water en niet voor niks, want hij wil drinken. En olifant drinkt behoorlijk wat. 200 liter per dag. Zo'n vogel, dat valt best mee, slechts 400 milliliter per dag. Eventjes naar die liters en milliliters, dat zijn inhoudsmaten. Dus het moet eigenlijk naar kubieke meter of iets dergelijks. Eventjes een plaatje ter
verduidelijking. Je ziet hier 1 kubieke meter. Ja, 1 meter bij 1 meter en bij 1 meter. Die 1 meter is opgedeeld in allemaal blokjes van 10 bij 10 bij 10. En 1 zo'n blokje, dat staat hier, dat is 1 liter. Ja, 1 kubieke decimeter, dat is 1 liter. Oftewel, 1 kubieke meter bestaat uit 1000 kubieke decimeters, oftewel 1000 liter. 1 kubieke meter is 1000 liter. Dan kan ik 1 zo'n blokje, 1 liter, kan ik weer opdelen in 10 centimeter bij 10 centimeter bij 10 centimeter. Oftewel, 1 zo'n liter bevat 1000 kubieke centimeters. Oftewel, 1 liter is 1000 kubieke centimeter. Oftewel, 1 kubieke centimeter is gelijk aan 1 milliliter. Nou, dat eventjes. Naar de olifant en de vogel. Dus de kuub en de kubieke centimeter. Oftewel, de 200 liter per dag en de 400 milliliter per dag. Omrekenen krijg je dus dat het 0,2 kuub per dag wordt. En die 400 milliliter, de 400 blijft gewoon staan. En je kunt gewoon 400 kubieke centimeter ervan maken. Blijft nog steeds dat die olifant behoorlijk wat meer drinkt. Maar er komt, kijk, 5400 kilogram. Dat is natuurlijk ook behoorlijk wat meer dan wat zo'n vogel weegt. Wat zal het wezen? Nou, laten we eens een kwart kilogram doen. 250 gram. Eerlijker is natuurlijk om het per kilogram te doen. Ja, oftewel, die olifant, hoeveel drinkt hij per kilogram? Nou, per kilogram betekent dus dat je het moet delen door het aantal kilogram, dus delen door 5400. En dan zie je dus dat het aantal kuub per kilogram behoorlijk klein is. Ik heb dit drinkcapaciteit genoemd. De drinkcapaciteit van een olifant is dan 3,7 keer 10 tot de macht min 5 kubieke meter per kilogram. Hetzelfde voor de vogel, ja, eventjes per gram, dan delen door 250 en dan zie je dus dat de drinkcapaciteit van de vogel is 1,6 kubieke centimeter per gram. Wie is nu de grootste drinker? Nou, dan moet je eigenlijk dus die kubieke centimeter per gram omrekenen naar kubieke meter per kilogram en dan kun je het eerlijk vergelijken. Kortom, we pakken even binnens erbij. En die 1,6 kuub per gram even splitsen boven en onder de streep. En je gaat de eerste boven de streep doen. Dus kubieke centimeter, nou centi, daar staat hij, min 2. Kubieke meter staat niks voor, dus dat is die 10 tot de macht 0. Oftewel, ik heb hier twee stapjes, maar let op, het is kubieke centimeter, kubieke meters. Dus die twee stappen moet je nog keer 3 doen, dus zijn eigenlijk 6 stappen. Gaat die van klein naar groot, dus je moet per stap delen door 10. Dus die 1,6 kubieke centimeter is 1,6 keer 10 tot de macht min 6 kubieke meters. Dat is bovenstreep. Onderstreep, nou, je kunt het eigenlijk uit het hoofd doen natuurlijk, hè, maar van gram naar kilogram, laat even schema vasthouden. Gram staat niks voor, dus dat is 0. Kilogram, het staat daar, is 3. Ja. Ik heb dus 3 stapjes, geen kubieke of wat dan ook, dus het blijven gewoon 3 stapjes. Ik ga hier van klein naar groot, dus delen door 3. Oftewel, de 1 gram is 1 keer 10 tot de macht min 3 kilogram. Een duizendste. Op elkaar delen, 1,6 keer 10 tot de macht min 6 gedeeld door 10 tot de macht min 3. En ik hou over 1,6 keer 10 tot de macht min 3 kubieke meter per kilogram. Dat is de drinkcapaciteit van de vogel. Dit eventjes invullen bij de vogel. En dan zie je dus dat de vogel duidelijk een zwaardere drinker is dan de olifant. Kortom, ook weer opgelost. En nog een laatste voorbeeld met dichtheid van kilogram per kuub naar gram per kubieke centimeter. Even aangeven hoe vlot het kan. Binnen ze bij of in het hoofd. Ja. Even splitsen boven en onder de streep. Boven de streep van kilogram naar gram. Dus kilo 10 tot de macht 3. Gram staat niks bij, dus dat is gewoon de 0. Betekent dus dat ik 3 stapjes heb. Oftewel, ik ga hier wel weer van groot naar klein. Dus ieder stap keer 10. Geen kubiek of zoiets, dus blijven 3 stapjes. Oftewel, het wordt 7,87 keer 10 tot de macht 3
keer 10 tot de macht 3. Twee keer 10 tot de macht 3, want ja, ik had hier al een keer 10 tot de macht 3. Dus die mag je gewoon erachter zetten. Dan onderstreep van kubieke meter naar kubieke centimeter. Kubieke meter staat niks voor, dus 0. Kubieke centimeter, centi, min 2. Twee stappen. Ook hier weer per stap keer 10. Hè, want je gaat hier weer van groot naar klein. Maar hier natuurlijk wel weer. Die twee stappen zijn eigenlijk 6 vanwege de kubieke. Dus 1 kubieke meter is 1 keer 10 tot de macht 6 kubieke centimeter. Nou, dan zie je dus dat je hierboven heb je 2 keer 10 tot de macht 3 is 10 tot de macht 6. Oftewel, deze deling is 7,87 gram per kubieke centimeter. En het is alweer gedaan. Nou, dus oefening baart kunst en dan gaat het redelijk vlot. En dan hebben we de olifant met de grote snuit en die blaast deze hele presentatie in één keer uit. Bedankt voor het horen en wellicht tot horens.